Karen Dame, welke award heb jij nu net gewonnen? De award van Straffe Madame. Vind jij jezelf een straffe madame? Nee. Nee, ik vind een straffe madame iemand die heel veel kan. Die van alle dingen tegelijk kan. Dat vind ik een straffe madame. En ik kan zeker geen twee dingen tegelijk. Dus ik ben ook een beetje een man op dat gebied. En ik kan ook niet veel. Nu, ik kan een paar dingen. En de dingen die ik kan, doe ik dan wel goed, denk ik. Maar ik kan niet veel. Wat kan jij dan niet? Ik kan niet koken. Ik kan niet hoog zingen. Ik kan geen nummers schrijven. Er zijn nog veel dingen dat ik niet kan. Maar de dingen die ik nu opnoem zijn wel net de dingen die ik wel graag zou kunnen. Leren koken, dat moet toch lukken, hè? Ik heb daar geen geduld voor. Er zijn mensen die daar rustig van worden. Ik word daar enorm, enorm opgedraaid van. Ik zou alles kapot gooien in de keuken. Hoorde ik daarnet nu jou vertellen dat het gerucht de ronde doet dat jij zwanger bent? Ik heb dat gisteren horen vertellen. Iemand zei tegen mij, ik heb gehoord dat je zwanger bent. Zie, dat vind ik heel spijtig, want ik ben op dieet en er is al 4 kilo af. Dus veel helpt het niet. Of allez, je ziet het in elk geval niet. Maar je staat toch redelijk scherp, hè, Karen? Ja, het is ook juist erom. Keierig. Maar ze hebben jou misschien bij een gynaecoloog gezien? Bij de gynaecoloog? Nee, bij de neus, keel en oorarts. Dat is ernaast in het ziekenhuis. Misschien was het dat. Wat staat er op jouw planning nu, Karen? Wij zijn volop begonnen met de repetities van Blind Date. En dat is zo plezant dat ik even ook met niks anders wil bezig zijn. En dat hoeft ook niet. Tot na de voorstellingen eind januari. En dan zitten er nog wel een aantal dingen in de... Ah ja, het zijn het mensen. Moet ik ook nog even wat opnametjes voor doen. Kei plezant nu met de James en de Geert. En dan zitten er nog een paar dingen in de pipeline waar ik nog niks over mag zeggen natuurlijk. En voorlopig ziet het er een rustig, vrij rustig jaar uit. Maar je kent mij, op het laatste nipperke komen er dan weer dingen op mij af waar ik niet nee tegen kan zeggen. Dus dat jaar, dat gaat voor ik het weet, weer helemaal vol zitten. De dingen waar je niets over mag zeggen, muziek of tv? Allebei. Woehoe. Je maakt ons nieuwsgierig. Ja, dat was de bedoeling. Dag.